Dan snikt hij met je hart, bezoekt een oudere om een kleine paasattentie te brengen. En iedereen vrolijk Pasen te wensen. Ik wens u allemaal vrolijk Pasen van Stichting Met Je Hart. Stichting Met Je Hart wenst u allemaal een vrolijk Pasen. Gaan we onze ouderen gewoon allemaal ophalen om gezellig ergens koffie met een lekker stukje taart te gaan eten of zo. Want dat zit er dit jaar niet in en iedereen weet waarom. Maar nou willen we toch op deze manier toch aan onze ouderen denken en ze een heel vrolijk Pasen wensen. Hier, als... Oh, daar! Ja, sorry. Ja. Dankjewel. En die kaart mag je meenemen? Ja, je hebt twee handen nodig. Zoveel. En dan nog een kaart van de school. Zo, speciaal heel lief. Dankjewel. Met een mooi dingetje erin. Zo, heel mooi. Welke school is dit, Lichan? De Ontdekking. De Ontdekking. Ontdekking, zo. Oosterheide. Oké, dankjewel. Dankjewel. En? Ja, dat toch niet? Okay. Ja, ik heb twee kindjes. Nee, die moeten we echt tegenkomen, hè. Goed, dankjewel, hoor. Alsjeblieft, geniet ervan. Hartstikke leuk. Namens de kinderen van de basisschool De Ontdekking mag ik u ook nog een mooie tekening inschrijven. Ze hebben een mooie boodschap erin geschreven. Dus ook zij hopen dat u een prachtige Pasen mag hebben. Oh, dank u wel, dat is hartstikke lief. Nou, hoe mooi is dat, hè? Mevrouw Hessels op 248. Ziet ons nooit meer terug. Ja. Goedemiddag. Mevrouw Hessels. Ja, goedemiddag. Nou, daar is hij dan. De paashaas. De paashaas, ja, ik zie het. Kom u wat brengen voor de paas? Dat vind ik hartstikke leuk. Ja. Ja. Om een beetje het leed te verzachten van de corona. Ik zit al meer dan een jaar binnen, hoor. Oké. Ja. Zo. Maar ja, de leeftijd, hè? Heeft niks met leeftijd te maken, joh. Iedereen heeft er last van. Ja, maar ik ben al 94. Hoeveel? 94. Zo. Maar toch komen we u een vrolijk Pasen wensen. Ja. Ja, ik mag wel, hè? Ja, ik vind het hartstikke fijn. Dit is ja, dank u wel. De kinderen van de basisschool De Ontdekking hebben ook nog een mooie paasgroet voor u gemaakt. Oh. Met tekst. Ze hebben keurig tekst overgeschreven. Nou, hoe vrolijk is dat? Ja, ondanks alles toch een goede Pasen. Ja, en hetzelfde voor jullie ook. Dank u wel. Nu gaat het. Even bellen. Dit is op zich wel iets voor film. Goedemiddag, Truus. Goedemiddag. Fijn dat je thuis bent. Wat een verrassing, moet het toch wel zijn, zeg. Ja, hè? Nou, kom dan. Een leuke verrassing voor de paas brengen. Ja. Ik mag wel zeggen dat ik u een hele vrolijke tante vind. Dank u. En toch geniet van het leven, ondanks alle beperkingen. Wat doen we meer als de mensen zo lief en zo goed voor je zorgen? Nou, daar mag je toch niet ondankbaar zijn. Dan moet je dat toch met enthousiasme ontvangen. Echt dat wel. Kan toch niet anders? Hoe ga je de paasdagen doorbrengen? Direct komt er een kind met een vrouw. Nou, die kun je brengen eten mee, dus ik hoef nergens voor te zorgen. Heerlijk. En de tweede dag komen we een pleegkind uit Oldenzaal met z'n tweetjes. Dus mijn dagen zijn helemaal leuk en gezellig gevuld. Ik weet van jou dat je daar ook nog altijd wel waarde aan hecht, aan het paasverhaal, hè? Het vaste is dan ook gestopt, hè? Dus we hebben voor jou een lekker paasbroodje. Mijn vaste. Dan moet je wel even dunne plakjes van snijden om met z'n allen van te genieten. Dat zullen we zeker doen en dan zal ik heel, heel erg lief en aardig dankbaar aan jullie zijn. Hartstikke lief. Zeker weten. Hartstikke bedankt. Alsjeblieft, nou, ik wens jullie ook heel veel fijne, mooie dagen. Dat niet zo echt lente weer is, maar... Doei. Doei. Alsjeblieft, geniet ervan. Dank u wel. Dank u wel. Overzeese mevrouw. Waar komt u vandaan? Nee, ik kom uit Indonesië. Ja, dat wou ik zeggen. Ja, dat wil ik zeggen, ja. Ik heb een Indonesische meneer bij mij gewerkt. Die kon zo lekker koken. Ja, ja, dat doen wij ook. Wij doen dat ook lekker. Om de mensen blij te maken met deze paas. Maar de paashaas meent het heel erg goed met ieder mens. We wensen u allemaal een vrolijk Pasen.